Ik heb een jurk. Ja. En een blouse. En nog wat jurkjes. Leuk vintage, hè? Breda Nu. Op vrijdag 28 augustus organiseerde Breda's creatief bureau Goedzooi een unieke kledingruil genaamd Klerenzooi. Naast het ruilen van kleding was er een hoop te beleven tijdens het evenement, waaronder een modeshow. Het was eigenlijk in eerste instantie, wij hebben hier samen stage gelopen, Sanne en ik. En we hadden het heel vaak over kleding en dat er in heel veel steden zijn leuke kledingruil en noem maar op, of tweedehands kledingbeurzen. En in Breda niet echt, dus toen hebben wij gezegd, nou dan is dat hetgeen wat wij gaan doen tijdens deze stage. Maar omdat het net corona, iedereen heeft lang thuis gezeten. En toen dachten we, hoe kunnen we er toch iets leuks van maken op een vrijdagavond. Terwijl het ook nog steeds coronaproof is. Dus ja, op die manier hebben we een soort van gekke bingo eigenlijk bedacht. Nou, we hebben eerder deze week een zak met kleding ingeleverd. Dus als het goed is kunnen we daar een soort van kledingruil doen. Dus kun je eigen kleding terugpakken dadelijk? Dat kan, of andere kleren die je leuker vindt. Dus ik heb wat heb je allemaal? Ik heb een jurk. Ja. En een blouse. En nog wat jurkjes. Leuk vintage, hè? We hadden dit idee dus al bedacht voor corona. En we willen nu eigenlijk laten zien dat het alsnog wel kan. Maar dan wel met de coronamaatregelen in ons achterhoofd natuurlijk. Dat je alsnog gewoon dingen kan doen op afstand. En daarbij is natuurlijk de belangrijkste boodschap dat wij kleding een tweede rondje willen geven. Ja, dus wij, de duurzaamheid. De duurzaamheid, dat vinden we heel belangrijk, ja. Ik vond het superleuk. Ook met die bingo erbij. Dat je nog wat extra muntjes kunt winnen. Ja? Ja. En natuurlijk leuk om die jongens zo rond te zien lopen. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Dat is wel grappig. Nou, Breda Nu.